Hi Maurice, 2 weken geleden interviewde ik jou over jouw onderzoek wat je gedaan hebt naar het verband tussen de absolute vochtigheid en de verspreiding van het virus. Ik heb in de afgelopen tijd heb ik een heleboel artikelen van jou gelezen over mondkapjes, hoe dingen zich eigenlijk verspreiden en nog een aantal andere zaken. Dus wil ik even over bijpraten, daar gaan we allemaal op in. En het laatste artikel wat je hebt geschreven is over de smart exit. En dat is natuurlijk al dat onderzoek wat je hebt gedaan, wat betekent dat eigenlijk voor wanneer, of de scholen open kunnen gaan en of we weer een beetje de samenleving kunnen openen. Eerst even de vraag, ik kreeg ontzettend veel reacties van mensen. Zei daar en hier en daar, ik kreeg allemaal kaarten toegestuurd, heb ik allemaal naar jou gegeven. Staat jouw verhaal nog steeds overeind? Dat die absolute vochtigheid van 6 gram per kilo, dat echt belangrijk is voor de verspreiding van het virus? En heb je inzicht tegen waarom dat zo is? Nou, het is interessant. En een paar dagen geleden kreeg ik een mail van een professor uit Zwitserland, een viroloog. En die wees me op een artikel wat hij net geschreven had met 2 collega's, ook professoren uit Yale. En die gingen over de relatie tussen luchtvochtigheid en de verspreiding van influenza. Met een heel veel verwijzingen naar andere studies. En met name wat interessant was in die studies was dat er meerdere experimenten zijn uitgevoerd met dieren. Muizen, cavia's, vretten. En wat ze gedaan hebben, ze hebben dan die dieren in hokken gezet ten opzichte van elkaar met bepaalde voorwaarden. En hebben vervolgens een virus verspreid en gekeken bij verschillende luchtvochtigheden. Wat er dan gebeurde, wat ze konden meten bij die andere dieren dan bij die verschillende luchtvochtigheden. Ja. En op basis daarvan hebben de onderzoekers een hele belangrijke grafiek laten zien. En die zal ik nu even tonen. Oh ja, en laat ook even dat artikel zien. Dat zal ik dan ook eventjes, dat artikel zal ik ook even onderaan. Deze notitie komt dat er gewoon bij. Ja, dit is. Ik zal even het artikel zien. Dit is het artikel. Oké, seasonality of respiratory virus infection. En dat ging dus echt over die. En dat ging dus echt over ook die absolute vochtigheid, waarbij ze ook dat ze hebben. Daar hebben we het over gedaan. De seizoenspatronen bij dit soort infecties, ook van verschillende soorten infecties. En bij influenza was het vooral in de winter en was een duidelijke relatie met ik zit even te kijken waar ik zat. Deze. Ja. Oké. Dit is het artikel, het bewijs is geleverd, dit is de impact van het losvochtigheid. Die staat op jouw website maurice.nl. Oké, wat zien we hier? Nou, hier bij een test met allerlei dieren, hebben ze dus met verschillende luchtvochtigheid gekeken hoe was nou de overdracht bij dat andere dier. Mm. En dit is bij ongeveer 20 of 23 graden de relatieve luchtvochtigheid. En dat is eigenlijk dezelfde maat als ik zeg bij een constante temperatuur. Bij verschillende temperatuur gaat die specifieke veranderen. En dan zie je hier dat als er een, ik zal het plaatje wat groter maken. Als de luchtvochtigheid laag is, dan gaan ze de aerosols zweven. Mm-hmm. Naarmate die luchtvochtigheid omhoog gaat, wordt het ontzettend naar beneden. En dat is eigenlijk die fase tussen wat wij zeggen 3 gram en 6 gram per kilogram. Rond de 50% is die het laagst. Dan gaat die, als het hoger is, nog een keer stijgen. En dan hier abrupt rond de 70-80% valt die naar beneden. En ze hebben ook geconstateerd boven de 30 graden verspreidt zo'n aerosol zich helemaal niet. Okay. Nou, wat je dus hier ziet is bij griep met experimenten dat de luchtvochtigheid invloed heeft op de wijze waarop je in een ruimte, de mate waarin je in een ruimte iemand anders kan besmetten. Ja. En als de luchtvochtigheid laag is, dan blijven die virussen lang zweven en omcirkelen als het ware iedereen. Bij 45-50% luchtvochtigheid gaan ze niet zweven en omcirkelen ze amper de anderen. En bij een hogere luchtvochtigheid neemt dat weer wat toe. Nou, dat verschijnsel eigenlijk hangt één op één samen, en dat zeggen die professoren ook, met mijn waarnemingen, waar in de wereld is de uitbraak het snelst geweest, daar waar de luchtvochtigheid in dit gebied zat. Want, en dan komen we op welke momenten waren die uitbraken, dat was bijvoorbeeld bij wintersport, bij après-ski. Dat was bij kerkdiensten.
hebben we verschillende voorbeelden gezien. Bij carnaval en ook op verschillende andere plekken zie je, dat noem ik de superspread events, mm-hmm. waar één persoon, één, twee besmette personen in één klap bijna alle aanwezigen kunnen besmetten. En dat komt omdat zowel dat enerzijds ventilatie niet goed genoeg is, en anderzijds de luchtvochtigheid er niet voor zorgt dat die aerosols neerslaan. Ja, oké. Okay. En dat is wat we ook gevonden hadden, dat was een verslag in LA Times twee weken geleden, in de buurt van Seattle, dat CareCorp, wat daar had geoefend met alle voorbehouden die ze hadden gedaan, 1,5 meter, elkaar niet aangeraakt, desinfecteerd, 45 van de 60 mensen zijn besmet geraakt. Ik heb gekeken wat was die luchtvochtigheid daar, en die luchtvochtigheid was positief voor het virus. Mm-hmm. En ook in Nederland zien we een uitbraak behoorlijk in de Bible Belt. En als je dat terug gaat herleiden op, in de protestantse gebieden, op 11 maart was de biddag voor het gewas, een van de belangrijke momenten, waar veel mensen naar kerken zijn gegaan. En je kan het zien vanuit Tolen, Goeree, Overflakkee tot aan Staphorst, zie je relatief gezien een groot aantal patiënten en doden. Okay. Dat samen met het feit dat in een kerk, wat gebeurt er ook in een kerk? Men zingt met allemaal. Dus alle personen doen hun best om te zingen. En komt, ja, er hoeft maar één te zijn die besmet is. En iedereen heeft een groot risico. En het blijft gewoon voortdrijven. Oké, dus jouw theorie voor jou betreft staat nog steeds overeind. Die vochtigheid, die is echt uitermate belangrijk. Oké, je hebt ook een aantal andere artikelen geschreven over mondkapjes. Hoe staat het, wat is daar het verband mee? Nou, dan moet ik even kijken. Weer een ander scherm laten zien, en dat is deze. Kijk even naar de bovenkant en kijk even naar de onderkant. Ja. Bovenkant zijn doden per miljoen inwoners. In West-Europa, Spanje, nou ja, je ziet het, allemaal 300, Nederland 160. In werkelijkheid weten we dat dat een forse onderschatting is, maar dat kan in die andere landen ook. Heel veel doden per miljoen inwoners. Kijk nu even in de landen in Oost-Azië. Taiwan 0,3, Hongkong 0,5, Thailand 0,6, Singapore 1, Japan 1, Korea 4. Daar was een uitbraak à la de uitbraak van ons carnaval. Alleen die hebben ze vrij snel onder controle gehad. Maar de belangrijkste factor is, men draagt daar, en zeker, men draagt überhaupt al vaak mondkapjes, mondbeschermingen. Maar op het moment dat er een uitbraak is, gaat iedereen mondbescherming dragen. Nou, de uitbraak in Korea was op 250 kilometer van Seoul. Daar zijn, waar die uitbraak was, in een christelijke kerk, een gemeenschap daar, daar zijn 60, in die provincie 60 doden per miljoen inwoners. Mm-hmm. Seoul heeft in totaal 4 doden. Niet eens per miljoen inwoners, want ze hebben er 10 miljoen, 4 doden. Ja, ja. En wat je eigenlijk ziet, en wat iedereen, en steeds wordt er geroepen, ja, dat mondbescherming, dat geeft valse zekerheid, en dat beschermt je niet. Nee, het beschermt je misschien niet zozeer dat jij besmet wordt door anderen, maar het beschermt je tegen het feit dat mensen die niet weten dat ze al besmet zijn, bij het spreken en het uitademen, gewoon dingen in de lucht brengen die in onze situatie blijven hangen. Ja, en dus jij draagt het gewoon eigenlijk, zo'n mondmasker, om jezelf, zeg maar, niet het virus laten verspreiden. Het is niet om jezelf te beschermen, het is om anderen te beschermen. Ja, en het is ook belangrijk dat je daar niet de zorgdingen nodig voor hebt die bij de zorgkeihard nodig hebben. Je kan gewoon, je ziet op allerlei plekken, ik heb een YouTube-filmpje van de hoogste man in Amerika, die gewoon laat zien hoe je zelf zo'n mondbescherming kan maken. Ja. Nee, we zijn er lekker ook thuis bezig. We hebben allemaal dingetjes, iedereen heeft het gewoon gemaakt. Dus wat dat betreft, ik ben er ook helemaal op voorbereid. Ik heb ze ook bij AliExpress een paar weken geleden gekocht, dus ik ben er helemaal klaar voor. Dus, maar jij zegt echt, dat scheelt gewoon een gigantische bak. Als wij dit zo doen, en wanneer moeten we dan dit soort mondkapjes dragen? We moeten even stop share zeggen. Mijn vrouw heeft deze voor me gemaakt. Nou, staat je heel goed. Ja. Maar dat is niet, nogmaals, niet om zelf niet besmet te worden, maar om anderen niet te besmetten. En als iedereen dat zou doen, dan zouden we waarschijnlijk vrij snel naar cijfers gaan, zoals in Oost-Azië. Ja, maar wanneer moeten ze het dragen?
Nou, het interessant, Israël heeft vanmorgen het verplicht ingevoerd, maar op een, laat ik zeggen, intelligente manier verplicht. Betekent, als je naar buiten gaat, moet je dragen, maar je wordt niet beboet als je het niet doet. Je wordt er wel op aangesproken. Mm-hmm. Als je wegens gezondheidsredenen het niet kan, hoef je het niet. In een auto hoef je het niet. Kom je op een plek waar je normaal met mensen bent, waar je normaal zit in een kantoor, afstand 2 meter, hoeft het ook niet. En op andere plekken, in winkels, moet je het altijd dragen. En anders kom je de winkel niet in en kom je het openbaar vervoer niet in. Wat zij zeggen als motivatie, eigenlijk wat ik ook al gevonden had. WHO heeft al heel lang geroepen, via die aerosols gaat het niet. Het is 1,5 meter, ben je goed beschermd. Mm-hmm. Via de allerlei studies weten we nu dat je helemaal niet binnen 1,5 meter goed beschermd bent. Mede door die aerosols. En daarom zijn ze nu ook in Israël, maar ook in Tsjechië en ook in Cuba en een paar andere landen, zeggen, draag nou die mondbescherming, want dat is het magische verhaal. En zelfs in Amerika beginnen ze nu ook, ook al wil Trump er niet aan, ze beginnen daar nu ook gewoon mee te doen. Maar vooral dus inderdaad buiten, als je onder vreemden bent en als je moeite hebt om die afstand te garanderen. Oké, dus dat is in ieder geval een hele goeie. Als we even kijken naar op dit ogenblik... Die is met name cruciaal waar we straks komen bij de exit-strategie. Maar daar komen we er nog even op terug. Daar komen we erop terug. Dan even kijken van hoe staan wij ervoor als Nederland? Je had zo'n staartje van het aantal doden en het aantal cases vergeleken met de rest van de wereld. Hoe goed doen wij het als Nederland? Nou, ik ga weer even naar mijn grafieken die ik heb. Wacht even. Dat was deze. Nou, we hebben bijvoorbeeld... er is een rangorde van landen op basis van, hier staat het, doden per miljoen inwoners. Ja. Maar in die kleine plaats niet. Spanje staat dan bovenaan met 374 doden. Italië 338, België 337, Frankrijk daar. Engeland op 167, wij op 165. Alleen... We staan op nummer 6 ongeveer. Ja, en USA... USA staat nu op 69, doet het op dit ogenblik nog een factor meer dan 2 keer zo goed als wij, zeg maar. Maar die zijn nog niet zo goed. Wat interessant is, als je USA verdeelt in Californië en Florida, staan ze veel lager. Als je alleen naar New York kijkt, staan ze al veel hoger. Ja, als je New York eruit wil halen. Ja, maar goed, wij staan dus niet meer al wereldwijd, staan we nu op nummer 6. En hoeveel doden registreren wij niet, die eigenlijk door corona zijn verzorgd? Via het CBS is de schatting dat we de helft van de doden niet registreren. Ja, dus dan zouden we eigenlijk meteen nummer 1 worden. Dan zouden we ongeveer op het niveau van Spanje zitten. Als die... Ja, maar misschien doen die andere landen registreren het ook niet zo geweldig. Dus het zou daar ook een andere schatting kunnen zijn. Maar het is wel interessant, want ik heb afgelopen vrijdag aan mensen gevraagd... Denkt u nou dat u zelf besmet bent? Nou, en ook wat is de kans dat u besmet wordt? Dat vraag ik al een tijd, alleen nu vroeg ik... Denkt u dat u nou zelf besmet bent geweest? Ja. Nou, dat is nu dat 6% van de Nederlanders zegt, of denkt, ik ben besmet geweest. Dat hoeft niet zeker zo te zijn. Nee. Dat er ook mensen zijn die het niet weten dat ze besmet zijn geweest. Wat maar een groot verschil in ouderen. Ouderen zijn helemaal niet besmet en jongeren denken dat ze behoorlijk besmet zijn. Ja, dat is interessant, hè? Ja. Ouderen komen ook bijna niet buiten de deur dan en denken dat ze niet besmet zijn. Maar er zit nog wel een interessante extra in. We weten hoeveel doden we hebben. En dan neem ik CBS-aantal dubbel erbij. Ja. Dan zitten we rond de 5.500, 6.000. Maar dat was de situatie ten gevolge van 2,5 week geleden. Want de doden nu, die zijn toen besmet. Als ik nu even de ontwikkeling meeneem van hoeveel er nog doden komen over 2 weken. Dan denk ik dat we dan tussen 8.000 en 9.000 komen. Als 6%, als... Bij 8.000, 9.000, als je dan er ook vanuit gaat, wat we wereldwijd zien, dat tussen 0,5% en 1% overlijdt, dan kan je een sommetje maken. En dan zouden we rond, ik denk tussen 800.000 en 1 miljoen besmette Nederlanders zitten. En de grap is, 6% is 800.000. Ja, en dat zou, en nu, dat betekent dat we nu al op 400.000, 500.000 mensen zitten die het nu al hebben gehad, zeg maar. Of die het nu hebben of hebben gehad. Nee, je zit op een miljoen mensen die het hebben of hebben gehad. Ja, en nu zijn de officiële cases 25.000. Iedereen weet dat dat onderschat is. En misschien een factor 4 of 5. Maar jij zegt, het is meer een factor 20.
Ja, het is 40 zelfs. 40? Ja, okay. Maar dat is ook logisch. Want als je bijvoorbeeld naar andere landen kijkt, daar wordt veel meer getest. En daar zie je de echte verhouding tussen. Kijk, wij hebben in Nederland de doden. En als je getesten ziet, dan zou 20% van de geteste mensen, positief geteste, doodgaan. Nou, dat weten we zeker dat dat niet is. Maar in Nederland hebben ze niet het beleid om zoveel mogelijk te testen, omdat we te weinig testen hadden. Maar als je naar Korea kijkt, dan kom je daar op een percentage van 1,3 of 1,4%. En die Duitse professor Sleek, die in Heinsberg heeft onderzocht, ja, die heeft gezegd dat het is 0,4%. Maar goed, als je het op 1% zou zitten, dan zou het nu al, zeg maar, toch al echt tussen de 800.000 en een miljoen mensen moet het een veelvoud, een factor 40 keer zoveel mensen hebben het eigenlijk al gehad, als die officieel worden geregistreerd. Als je even doorgaat redeneren met aantallen, en je zou zeggen, nou, laten we zeggen dat 0,7% eraan doodgaat, en dat je ook nog niet iedereen per definitie besmet wordt, hè? Kan ook zijn dat een deel van de Nederlanders gewoon niet besmet wordt met deze ziekte, ja, dan is het maximale aantal mensen wat in Nederland er dood aan kan gaan, ligt op, nou, ik schat in de buurt van 80 à 100.000 maximaal. Ja, ja. Waarvan we nu al weten dat er ongeveer 10.000 dood van zijn gegaan. Oké. Okay. Wat betekent dit voor de exit-strategie? Ik vond het kaartje wat je daarachter hebt, met al die puntjes, met al die cirkeltjes, dat zit achter jou. Het cijfers ten opzichte dat de puntjes in Groningen zijn veel en veel kleiner dan in Brabant. Wat heb je met dat kaartje gedaan? Heb je nu de geshared bij je? Nee, je hebt hem. Ik zie hem achter jou. We zien hem allemaal achter jou geprojecteerd worden. Even share. Daar is hij. Nou, dit is een kaart met twee aspecten. Het eerste gedeelte is de provincie. Hoeveel doden per 100.000 inwoners? Mm-hmm. Dus bijvoorbeeld Zeeland 68. Nou, Brabant is rond in de buurt van de 300. Maar Groningen is doden is ongeveer 10. Ja, 30 keer zo weinig als in Brabant. Ja. En nou, de maatregelen zijn hetzelfde op dit ogenblik voor Groningen als in Brabant. Ja, maar met één groot verschil. In Brabant is het eerder begonnen, dus was de uitbraak het grootst. Ja. Dus als je in de tijd probeert te zeggen, nou, wanneer is het echt in Groningen begonnen, dan is er factor 8 nog steeds van verschil. En natuurlijk ook als je rekening houdt dat de maatregelen relatief gezien in Groningen eerder zijn genomen, omdat het pas later begonnen is. Ik heb ook nog afzonderlijke gemeentes. En dan zie je bijvoorbeeld, dat zijn de aantal ziekenhuisopnamen, dat in Uden het per 100.000 zijn er 2000 mensen in het ziekenhuis opgenomen. Ja. Maar als je naar Den Haag gaat, dan even kijken. Maar Den Haag, weet ik, was het 33. Ja, ja. En hier zie je wel de Bible Belt. Hier zie je Tolen, je ziet Goeree-Overflakkee. Dit is Staphorst, hier Zwartwaardenland en zo. En in dit gebied. Allemaal de Bijbelbelt. Overal waar kerkdiensten zijn, kun je duidelijk zien dat het hoger is. Ja, maar dat is dit dag voor het gewas geweest. Ja. Dus gezongen in de kerk met slechte ventilatie en lage luchtvochtigheid. Mm-hmm. En dat is trouwens ook, eigenlijk in dit gebied is er nog iets interessants. Dat was het carnaval. Ja. Hier, dit gedeelte, zijn veel relatief oudere katholieke mensen die wel naar de kerk gaan. Ik heb hier een aantal plaatsen waar zelfs 50% CDA stemt. Daar zijn ook heel veel slachtoffers gevallen. Ook weer omdat ze na het carnaval, toen het eenmaal verspreidde, mensen ook weer naar kerken zijn gegaan. Dat is een echt superversneller geweest. Ja. Hey, als we nu even naar het laatste onderwerp, een intelligente exit. Wat jij nu, zeg maar, hebt onderzocht, wat zou je aanbeveling dan zijn? Nou, er zijn een paar dingen die je kan zien. En dat is eigenlijk, moet je eerst naar deze kijken. Dit is die reproductiefactor, de snelheid waarmee een virus zich kan verspreiden. Ja. Waar de 1 is de bepalende, want onder 1, dan gaat die vertragen. Nou, ja. Schatting is dat hij rondom de ziek, op basis van de ziekenhuisopname, rond 1 april we door de 1 heen zijn gegaan. En we zitten nu op 0,5. Dat is eigenlijk een best heel goede.
waarbij je al bijna zeker weet dat het alleen maar lager wordt. Plus dat je ook nog weet dat we nogal veel overlijdensgevallen in verzorgingstehuizen hebben. Ja. Het ligt trouwens ook voor een deel aan de interne luchtcirculatie, waar ook die microdruppels in het huis worden verspreid via het luchtcirculatiesysteem. Maar omdat we weten dat we zoveel doden ook daar hebben, dan zijn de huidige doden die we hebben, die worden ook voor een behoorlijk deel bepaald door die instellingen. Maar dat heeft dus niks te maken met wat buiten de deur gebeurt. En dus zien we eigenlijk dat we buiten de deur nu al op een heel aangenaam, bevredigend peil staan. En dat we de 2 weken die we nu nog wachten, eigenlijk 2 onnodige weken zijn. Omdat je nu al weet dat op basis van de maatregelen die je hebt genomen, het aantal ziekenhuisopnames gaat afnemen, het aantal IC-mensen gaat afnemen, het aantal doden gaat afnemen. Ja. En elke week dat je later met iets begint, kost niet alleen economie, kost ook volksgezondheid dingen. Want je moet voor een deel de normale dingen van de samenleving weer hervatten. Ja, maar goed, maar het grootste gedeelte van de ICU's, die zitten nog steeds op 200% capaciteit. Dat moet echt nog verder naar beneden. Maar als we praten over een intelligente exit-strategie, wat moet er dan bekendgemaakt worden op 28 april, of wanneer we het te horen krijgen? Over de scholen, over de toegang, over met buiten met elkaar. Wat zou je adviseren? Nou, ik zou adviseren zo snel mogelijk, zelfs voor de 28e, te melden dat mensen à la de aanpak van Israël naar buiten kunnen als ze gewoon mondbescherming dragen. Mm. Dat is dus niet het officiële mondkapje wat moet voor de zorg, maar zelfgemaakte spullen, zoals ook in andere landen. Eigenlijk exact de Israëlische regel. En dan hoeven ze dan in de winkels niet op 1,5 meter afstand bij elkaar? Hoeft die hele 1,5 meter economie niet opgetuigd te worden? Met een mondkapje gaat dat beter? Nou, ik zou voorlopig, voordat we helemaal in rustig vaarwater gekomen zijn, die 1,5 meter aanhouden. Maar ik heb zelf het gevoel dat die veel minder belangrijk is dan mondbescherming, zolang het nog heerst. Mm-hmm. Daarnaast zou ik het beleid voeren dat in openbare gebouwen, inclusief scholen trouwens, maar ook in restaurants en op plekken waar veel mensen komen, om die luchtvochtigheid te hebben op het niveau waar de verspreiding het laagst is. Dat is bij 20, 21 graden, bij een relatieve luchtvochtigheid van 45-50%. Het hangt een beetje van het weer buiten af, of je daar hulpmiddelen voor nodig hebt of niet. Zoals het nu buiten is, heb je luchtvochtigers nodig. Maar als het buiten 20, 22 graden is met 40-50% luchtvochtigheid, dan is het binnen goed. Maar scholen, zeker ook luchtbevochtigers, met nog een belangrijke, ik zou absoluut op scholen niet meer gaan zingen met de kinderen. En ook niet in de kerk. In de kerk, voor het zingen, de kerk uit, ja. Ja, maar op scholen zou ik niet meer zingen. Ja. Maar iets anders ook. Juist, kijk, als ze alleen maar gaan zeggen, nou, iedereen moet bijna thuis blijven, een paar mensen mogen naar buiten, maar we gaan over 2 weken de scholen openen, dan wordt een heel moeilijk verhaal als compleet verhaal. Want ik denk dat je veel meer al kan toelaten, ook veel meer mensen naar hun ouders in verzorgingshuizen kunnen gaan, met mondbescherming, en ook met misschien eerst nog afstand bewaren enzovoorts. Maar ik denk dat we ook moeten zorgen dat de economie weer gaat draaien. En dat we veel meer dingen ook langzamerhand toelaten. Wat eigenlijk het meest moeilijke zal zijn, en waar we veel studie over moeten doen, zijn naar bijeenkomsten waar veel mensen zijn. Naar een theater, naar een bioscoop, naar een festival, naar een stadion. En ik denk dat er al snel studie moet gedaan worden. Als je dat nou doet met mondbescherming op, is het dan veilig? Ja, dan moeten we voor een tijd naar een theater of naar een bioscoop of naar het stadion met mondbescherming op. Maar wat mij nogal ergert is, we geven ontzettend veel geld uit terecht om bedrijven te ondersteunen en dat en allerlei andere dingen te doen, heel terecht. Want anders wordt het nog erger dan het eigenlijk nu al is. Maar de belangrijke onderzoeken die je nu al kan doen om je voor te bereiden op het zoveel mogelijk hervatten van het relatief normale economische leven, kan vandaag al gedaan worden. Hoeven we niet een half jaar op te wachten? Oké, daar heb je een paar dingen voor aangeduid.
Even nog een vraag. Dit was jouw zeg maar bijdrage als geograaf en statisticus en dat soort zaken. Kun je nog even zeggen over wat denk je dat de politieke gevolgen hiervan zijn? Rutte's waardering gaat enorm omhoog. Hoe gaat het met de rest van de politieke partijen? Nou, waar ik me ontzettend zorgen over maak, is, en met name in andere landen, ik denk dat in Nederland het wat minder snel zal komen, is dat neem Amerika, de lockdowns die ze daar hebben, mensen die gigantisch hun banen zijn kwijtgegaan zijn, nou, dan zijn ze wel geld wat aan het rondstrooien, maar er komen steeds meer momenten dat mensen uitzichtloze situaties zitten, niet meer te eten hebben, bijna niet meer te eten hebben, en nu wordt het nog overheerst tot een soort angst, maar het gaat steeds erger worden. Ik heb net gelezen dat bijvoorbeeld in de vleesverwerkende industrie de medewerkers hun willen stoppen met werken omdat er zoveel mensen ziek worden. Met nog een aardige extra toevoeging. Waarom worden mensen in de vleesverwerkende industrie eerder ziek? Omdat het daar relatief koel is met lage luchtvochtigheid. Ja, daar zijn we. Daar blijven die aerosols veel beter hangen. Ja. Maar waar ben je nou bang voor qua politiek, zeg maar? Dat er gewoon riots komen in landen die dat niet een beetje regelen voor elkaar? Ik denk dat in heel veel landen een grote dreiging is voor sociale onrust. Okay. Plunderen, revoluties. Ik bedoel, altijd, laat ik zeggen, bij hongersnoden. We hebben in de wereld altijd gezien dat bij dit soort situaties er geen stabiliteit is. Als er ergens iets gebeurt, laten we zeggen, ergens in Amerika plundering gaat ontstaan, kan het daar overslaan. Kan het overslaan naar landen in Europa. Op dit moment is het natuurlijk duidelijk dat Rutte het goed doet. En door de meeste kiezers als positief wordt beoordeeld. De vraag is echter, als we over een jaar voor de verkiezingen staan, hoe de wereld er dan uitziet. En ik hou me gewoon mijn hart vast wat ik in de komende maanden als sociale onrust aan de depressie door de economie, wat er allemaal gaat gebeuren. En hoe de kiezers dan gaan reageren. Maar goed, we hebben hier in Nederland Wopke Hoekstra, die is honderden miljarden aan het rondstrooien en iedereen wordt gered, zeg maar. Maar wat betekent dat eigenlijk voor de politiek? Wat is jouw inschatting? Hoe Nederland hier met de komende verkiezingen over, wat is het, volgend jaar ergens, dat we daar van gaan merken? Nou, ik denk dat de invloed van de crisis heel groot wordt, maar die invloed van de crisis hebben we nog helemaal niet gemerkt. Dus wat we nu vooral hebben, als er nu verkiezingen zouden zijn, is het duidelijk welke uitslag er komt. Ja. Maar in de tussentijd kan er veel gebeuren. En het zou mij niet verbazen als de verkiezingen in maart volgend jaar niet doorgaan. Oké, dankjewel Maurice. Dankjewel. Ik kom weer bij je terug als je weer wat meer weet. Super, merci. Dank je, Vincent.